We gaan vandaag polgranen draaien. Nou, we hebben het deeg hier af, althans het bloem hier afgewogen. We hebben onder andere speldbloem. We hebben een meergranensoort, zoals je ziet, met verschillende zaden, pompoenpitten. En we hebben de gewone tarwebloem. Dit wordt gedraaid zonder gist. Dus daar hebben we een decem voor, die gaan we er ook bij doen. En het water. Dit gaan we draaien in de machine, dus we gaan die kant op. We doen de decem een beetje vermengen met het water om ervoor te zorgen dat hij goed vermengt. In de machine. Dan kan de machine dicht. En dan kan hij aan de gang. Nou, hij moet een minuut of 6 in zijn 1 draaien en een minuut of 8 in zijn 2. Nou, het deeg is klaar en we gaan hem op de bank leggen, gaan hem afwegen. Nou, zoals je ziet, er zit een mooie glans op. Het is een mooi deeg. Met, ja, je kunt de zaden zien zitten. En ja, we gaan hem nou afwegen. Omdat er decem in zit, moet hij sowieso wat langer rijzen. Dus op het moment dat hij direct de rijskast in gaat, gaat hij minimaal een uur voorrijs en een uur nareis. Dus het is vooral voor de smaak van het brood en de malsheid natuurlijk. Nou, met dit broodsoort zijn we weer heel lang bezig geweest. We hebben meerdere malen proef gedraaid. En ja, dit is uiteindelijk het eindresultaat geworden. Eddie gaat de deegstukken nou opmaken. Zodat ze een tussenreis kunnen hebben op de bank van, wat ik net al zei, van een uur. We dekken het polgranen nou af met plastic. Om ervoor te zorgen dat hij niet uitdroogt. En hij kan nou een uur gaan rijzen. Om een stukje smaak te ontwikkelen. De polgranen is gerezen. Zoals je ziet, we zijn bijna een uur, anderhalf uur verder. Eddie gaat het nou opmaken. We hebben een granenmix ernaast liggen. Die doen we aan de bovenkant. Onder andere voor de smaak natuurlijk. En dan gaat het in het koppel. En dan kan het weer voor een uur, anderhalf uur in de rijskast. Polgranenbrood is klaar en we gaan het nu in de rijskast zetten. Dan kan het een uur tot anderhalf uur rijzen voordat het in de oven gaat. Het polgranen is nu gerezen. Gaan we uit de rijskast halen. Een mooie volle koppel met brood. En die gaan we nu in de oven stoppen. ...35 minuten bakken. Nou, het polgranen is ook gebakken. Zoals je ziet, ja, een geweldig mooi brood. Helemaal af. Ziet er perfect uit. Lekkere granen erin. Ruikt heerlijk. Helemaal top.